Welkom bij Hanzetalk, de talkshow met Doesburgse ondernemers over ondernemen in Doesburg. Opgenomen vanuit het Arsenaal 1309 hier in ons mooie Doesburg. Met vandaag in de stoel Geert-Jan te Boekhorst. Serieondernemer ben je eigenlijk, hè? Ah, serie. Nou, dankjewel, Richard. Ja, je bent onder andere bekend van Roots Hair & Care met vestiging in Doesburg en Nijmegen. Akkoord. Maar ook eigenaar van ATP Service. Ja, akkoord. Wat doet ATP Service? Ja, wij zijn eigenlijk een... voorheen werkten wij onder de naam Albers Vakschilders. Toen hielden we ons bezig met enkel schilderwerkzaamheden. Nou, schilderwerkzaamheden is natuurlijk heel divers, maar ook heel traditioneel. We hebben eigenlijk voor een aantal jaren geleden een move gemaakt naar ATP Service projecten. ATP Service projecten. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat de instroom van nieuwe mensen, nieuwe medewerkers, zo moeilijk is dat wij gebruik moeten maken van een groter en een breder netwerk. En daar horen ook andere disciplines bij. Dus niet alleen het traditionele schilderen, maar ook totale afbouw, maar ook renovaties. En dat kunnen we niet alleen, die expertise hebben we ook niet in huis. Dus vandaar dat we ook zeggen, algemene projecten. En het schilderen doen we nog steeds. En de spuiten doen we, en wandafwerking doen we. Maar alleen we werken met heel veel onderaannemers, dat we die iedere expertise niet meer in huis kunnen behouden. Meteen een van de belangrijkste vragen, of het meest nieuwsgierige van mij is, hoe ziet jouw dag er toch uit? Als jij zoveel op zoveel borden moet schaken, neem eens mee naar zo'n gemiddelde werkdag van Geertje Geert-Jan de Boekhorst. Nou, dat valt op zich wel mee. Kijk, als je er niet in zit, dan is het misschien voor jou veel. Maar bij ons loopt het allemaal door elkaar heen. Zakelijk en privé loopt allemaal door elkaar heen. Ik ben een vroege ochtendvogel en ik loop eigenlijk een keer of vier of vijf in de week loop ik 's ochtends vroeg over de dijk. En van hier naar Olbergen of naar de andere kant op. Wat is vroeg? Daar loop ik om een uur of vijf. Dan ben ik op tijd op de werkplaats en daarna ga ik me even lekker douchen. En dan loop ik rondje de werkplaats en dan ga ik weg en dan kijk ik altijd naar een van de projecten. Hè, daar ben ik bij. Vanuit daar... is in de loop van de ochtend rij ik naar een van de salons. Dat kan of, meestal is dat 's ochtends Doesburg en wat later op de dag staat Nijmegen. En op de terugweg, ja, daar heb je natuurlijk diverse telefoontjes die we gewoon kunnen bespreken. Of ik zit op kantoor. En om een uur of vier probeer ik eigenlijk altijd weer even op de basis te zijn. Waarbij de jongens weer op de zaak komen en dat we de planning weer voor de volgende dag klaar hebben. En dat we vandaar weer verder kunnen gaan. Nou, dat is meestal een uur of vier, vijf. Nou, dan rij ik weer naar de salons of ik heb een afspraak buiten de deur. En 's avonds vaak of bij klanten of het is de projectadministratie uitwerken. Of anders zit ik acquisitie te doen. Dus dat is eigenlijk de dag en dan een uur of negen, half tien, dan trappen we het motortje weer aan en dan rijden we weer naar Doesburg. Dus als ik even heel snel meetel, 40 uur in de week haal je niet? Nee. Maar wat ik al zeg, zakelijk en privé door elkaar. Kijk, als ik 5 uur loop, ach ja, is dat voor de zaak of is dat privé? Dat is allemaal één. En of ik nou tussendoor iemand de haren staat te knippen, dat vind ik ook maar net zo leuk. Hè? Als het bij ziekte en ongevallen, dan staan we er ook bij. Dus dat is allemaal leuk. Nee, 40 uur redden we niet. Als je actief bent als ondernemer, moet je ook de ontwikkeling in de branche moet je volgen. Hè? Dus onder andere de ontwikkelingen in de kappersbranche, maar ook de ontwikkelingen in de bouwbranche. Hoe hou je dat allemaal bij? Nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. We hebben bij de salons, we hebben dan een salon in Nijmegen en in Doesburg, hebben een vaktechnisch team. Daar zijn een aantal dames verantwoordelijk voor de trainingen en de cursussen. En wij hebben per jaar, nou altijd tussen de 12 en de 14 bijeenkomsten. En dat kan op de zaak zijn, dat kan extern zijn. Daar zitten twee H-modellijnen bij, in het voorjaar en in het najaar. En dat doen we in combinatie met het vaktechnische team. En die brengt het dan netjes over. En de ene staat de ene keer is dat dichtbij en de andere keer staat het verder van huis. Maar al met al kunnen we dat heel goed volgen. We hebben een prachtig vak. Nou, dan moet je op de voet volgen. Maar nogmaals, ik doe dat zelf niet. Maar onze medewerkers, die zoeken dat uit en die kunnen dat veel beter dan ik dat zelf kan. Ja, want het kappersvak bijvoorbeeld is toch best wel veranderd de laatste jaren, hè? Het omveld. Vroeger, je bent van huis uit
zeg maar een herenkapper. De branche is enorm aan het veranderen. Welke ontwikkelingen spelen er allemaal op het kappersvak? Ja, de kappersbranche is de laatste jaren... Ik ben al 25 jaar actief in de kappersbranche. Ja, in 1996 ben ik begonnen. Als ik je toen meenam, in 1996 hadden wij in Nederland 8000 fysieke kapsels. En we hadden nog nooit van een ZZP of een ambulante kapsel gehoord. De markt is nu divers. De kapper heeft te maken met een ontzettende regeldruk. De kappersbranche is verzadigd, oververzadigd. In onze branche werken er nog hetzelfde aantal mensen als voorheen. Alleen de verdeling is anders geworden. Wat ik net al zei in 1996, dat we 8000 fysieke kapsels hebben, hebben we nou nog maar 5700 fysieke kapsoms in Nederland. En fysieke kapsom wil zeggen, dat is een kapsom die in een verzorgingsgebied zit. Een gebied wat in een winkelcentrum of in de straat, zoals in Doesburg of in Nijmegen waar we zitten, waar je gewoon te maken hebt met een precariobelasting, met baatbelasting, met een ondernemingsvereniging, met een voordeur, met een fatsoenlijke entree. Daarnaast hebben we de KVK van 2021, heb ik dat even nagekeken, hebben we nog 31, hebben we totaal 31.000 ingeschrevenen staan in de Kamer van Koopmanregister, waarvan 5700 zijn maar fysiek. Dus je hebt bijna 26.000 ambulanten of kapsels die aan huis gevestigd zijn. Nou, dat is enorme concurrentie. En de gemiddelde kapper, hè, dus zeg maar de kapper zoals Roots is, ja, die kan daar niet meer mee. Ja, die concurrentiestrijd in prijs redden wij niet. Het enige waar wij aan mee kunnen is dat wij moeten zorgen dat we de kwaliteit hoog houden. En dat wij zorgen dat onze mensen, waar we net over gehad hebben, goed geschoold zijn. En qua regelgeving, dat zou onze grootste wens zijn, dat ongeveer gelijk wordt getrokken. Want de regelgeving voor de ambulante en de kleinere zelfstandigen, de core, kleinere ondernemers, die hebben geen regeldruk. Zelfs die baken hoeven geen pensioen op te bouwen. Ze hebben geen personeel. Dus ik bedoel, het is allemaal wat gemakkelijker. Terwijl de fysieke kapper die daar iedere dag staat te werken, ja, die heeft daar wel mee te maken. Dus als je dat gelijk wil hebben, ja, dan zal er vanuit de overheid, zal je dat gelijk moeten maken. Dan zou je moeten zeggen, joh, een kapper hoort in een vestigingsgebied in plaats van het huis. Vind je dat ook een oneerlijk speelveld op dit moment? Op dit moment is het een oneerlijk speelveld. Want ik hoef je niet te vertellen, wij hebben te maken met 20 factoren. Wij moeten iemand aannemen, daar moeten we een pensioenregeling voor maken. We moeten daar winstbelasting over betalen. We hebben daar een arbo-protocol voor. We hebben te maken met diverse prikkels waar wij aan mee moeten doen. Het arbo-convenant. Je moet je medewerkers heel goed coachen, begeleiden. Nou, iemand die in huis zit, ja, die doet zijn deur open om 10 uur en die zegt, oh, weet je wat, ik kan om 2 uur even een boodschap doen, weer dicht. Maar de kappersbranche werkt dat niet. Wij zijn een professioneel bedrijf. Die winkel moet gewoon om 8:30 moet die open zijn. Meisjes zijn om 8 uur aanwezig en we moeten dan 's avonds doorwerken. Die zaak moet ook bemand zijn. Dus ja, wat is oneerlijk. Kijk, het verdienmodel is anders geworden. Maar goed, nogmaals, wat ik al zeg, we hebben twee fantastische zaken waar we nog steeds goed de kost mee kunnen verdienen. En daar concentreer ik me dan op. Ja, en als je dan kijkt naar ATP-service, hè, je gaf straks aan dat personeel vinden daarbij heel, heel belangrijk is. Hè. Zeker in deze tijd. Hoe vind jij of hoe behoud jij nou goed personeel? Wat doe je? Ja, dat ga ik je vertellen. Het is sowieso al heel moeilijk om de handen die we hebben en de medewerkers om die te binden. Nou, bij ons belangrijk is dat iedereen zichzelf kan zijn, dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ik werk zelf mee. Hè. Ik sta soms in het veld hè, met een glaskaart of met leverantie, maar dat doe ik ook in de kapsels. Hè. Dus ik bedoel, we werken zelf met z'n allen in een team mee. En de ruimte, die laat ik bij de jongens zelf. En het voordeel daarvan is, die mannen, en dat geldt ook voor de dames, die kunnen dat ook beter dan ik dat kan. Ja, ik kan het begeleiden en ik kan het aansturen. Ja, nogmaals, de ruimte die ik hun geef, daar kunnen ze ontzettend goed mee omgaan. En dat is ook de reden waarom ze gelukkig lang bij ons blijven. Daarbij hebben wij geen instroom. Nou, en dat vind ik een kwalijke zaak. Je krijgt bijna van de jonge garde, wil niemand meer die bouw in. En, dus wij zijn niets anders dan genoodzaakt om met een brede netwerk te gaan werken. En een brede netwerk, dat wil zeggen, wij zetten geen glas meer, daar hebben we iemand voor. Ja? En als er een grote spuitklus is, dan huur ik een spuitbedrijf in. Die kan dat veel sneller dan wij dat kunnen. Maar is de monumentale frustratieschilderwerk, dan doen we dat weer wel. Daarbij hebben we afbouwers die dat voor ons regelen. Nou, de afbouwers hebben ook een stukbedrijf die dat regelt. Hè? En daarna komen wij weer. Hè? Maar verder, maar een wandafwerking, dat besteden we soms ook al uit. Dus ons netwerk wordt steeds diverser om
de enorme vraag die we hebben om die bij te houden. En mijn dierbaarste goed is dan eigenlijk de medewerkers die we hebben en het netwerk wat we hebben. En het netwerk, ja, voor de toekomst is dat alleen maar groter te maken. En we zien nou ook de laatste jaren dat we steeds meer ook met Poolse werknemers moeten werken. En dat vind ik zelf helemaal niet erg. Maar we merken wel bij een particulier, die kijkt daar nog anders naar. Maar we krijgen geen handjes meer. En als we die mix hebben met onze eigen jongens en wat inleen, kunnen we toch de markt bedienen. In de schaarste van deze tijd is het gewoon heel erg lastig om op deze manier te ondernemen. Maar goed, ik denk, door ons netwerk volledig uit te breiden, kunnen we ons wel redden. Die schaarste, denk je dat dat snel gaat veranderen? Of denk je dat dat misschien alleen nog maar meer gaat worden? Nou, nee, ik weet niet of het gaat veranderen. Ik denk het zelf niet. Zolang de rente laag is in deze conjunctuur, zien we dat iedereen of bouwt, of verbouwt, of verhuist. In al die disciplines werken wij. En als ik kijk naar onze werkvoorraad, ja, dat is gigantisch. Bij ons is nou ook wachttijd tot volgend jaar. En dat blijft maar aanhouden. En we moeten ook regelmatig nee zeggen, omdat we het gewoon niet voor elkaar kunnen krijgen. Dus ik zie voorlopig die druk. Ik zie een hele bevlogen ondernemer, enerzijds in de kappersbranche actief, anderzijds in de bouw actief. Waar ligt jouw hart? Dat klinkt een beetje gek. Maar ik kan zeggen, alles loopt bij ons door elkaar heen. En ik ben natuurlijk begonnen in 1996 als kapper. En van de kapsels ben ik eigenlijk, we hebben ons een beetje ontwikkeld, ook in het ondernemerschap. Wat ik mooi vind is het aansturen en het vermanagen. Maar daarbij ook zelf met de pootje in de klei staan. En dat wil zeggen, ik sta in de weekenden vaak in de salons. Even tussendoor, en want tussendoor gaan andere zaken. Maar goed, ik vind het ook heerlijk om de acquisitie te doen. En als het 's ochtends zo komt dat er wat besteld moet worden en geleverd moet worden, ja, dan sta ik op de bouw. Eigenlijk vind ik alles leuk. Mooi. Alles. Waar staan jouw bedrijven over pakweg 5 jaar? Ja, nou, dat is een mooie vraag. Ik denk dat voor ATP, wij zullen ons verder gaan professionaliseren. We zijn met een ander bedrijfspand bezig, we zullen wat gaan uitbreiden. We zullen onze handen moeten behouden, onze mensen moeten behouden. We zullen ons netwerk nog groter moeten maken, nog diverser moeten gaan maken. We zullen op een andere manier moeten gaan ondernemen. En in die slag zijn we nu aan het maken. Dingen waar we zelf te lang over doen, moeten we uitbesteden. En we zullen steeds servicegerichter moeten zijn. We merken dat onze klanten het prettig vinden dat ze bij ons hun vraag neer kunnen leggen. En dat we het netjes uitvoeren. En wij zitten niet in een markt waarbij we het goedkoopste zijn. Maar je kunt ons wel 24 uur per dag bellen en we lossen het wel netjes op. Dus ATP zal het netwerk uitbreiden. Met de kapsalon is het anders. Dat is een conjunctuur, wat ik net al zeg, van die markt zit staat onder druk. We hebben 31.000 mensen die KVK geregistreerd zijn. Daar praat ik niet eens over de mensen die onder de radar werken. Wat voor ons belangrijk is, en dat doen we al, wij bestaan al vanaf 1938, dat wij, ik ben de derde generatie, dat wij maatschappelijk betrokken zijn en economisch verantwoord kunnen ondernemen. En dan zul je zeggen, wat is dan maatschappelijk? Maatschappelijk wil zeggen dat wij met Roots, maar dat geldt ook voor die andere 5700 kapsoms, met personeel, dat ze mensen opleiden, jonge mensen opleiden, jonge mensen door laten stromen. Dat ze de medewerkers die in die bedrijf werkzaam zijn, hun baan kunnen behouden. Dat wij gastvrij zijn. We zullen meer moeten doen. Het moet een beleving zijn om naar een fysieke kapsalon te gaan. En ik denk eigenlijk, als ik Roots nou bekijk, in Nijmegen en Doesburg, dan zie ik voor ons, zie ik de toekomst heel rooskleurig in. Je vertelde net bij ATP Service dat je plan hebt voor een ander bedrijfsgebouw. Hè? Ja. Kun je daar iets toelichten? Wat precies de plannen zijn? Nou, de plannen zijn heel makkelijk. We hebben een stuk grond gekocht op de koppeling in Angelo. Nou, we hebben net al gehad, de markt, de vraag en aanbod. Schaarste materiaal neemt ook toe. Dat ik eigenlijk zeg, nou, de grond die loopt niet weg. En eigenlijk moeten we zien, binnen nu en einde van het jaar, dat we daar een beslissing op maken, dat we dat pand heel langzaam kunnen opbouwen en dat we vanuit daar weer verder kunnen groeien. Dus dat is eigenlijk het verhaal. Ja. En het personeel in de kappersbranche, hè, waar je zorgen over maakt, in hoeverre ligt daar nou een verantwoording voor de kapperssector zelf om dat aan te pakken? Of is het overheid,
versus onderwijs die daar een belangrijke rol spelen? Ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind eigenlijk, als je kijkt naar de branche, we hebben een prachtige branche. Wij zijn de kappersbranche, de gepassioneerde mensen. Als je de televisieseries bekijkt en de programma's die erop zijn, dan heeft het heel veel te maken met lifestyle, maar ook met visagie en kapsels. Dus die aanwas in de kappersbranche, die is er wel. Alleen, we moeten zorgen dat we geen verschraling krijgen. Die 5700 fysieke kapsels, die leiden mensen op. Iemand vanuit huis, of om de zolder, of vanuit een autootje kan geen mensen opleiden. Dus die aanwas moet komen. En dat is een combinatie dat we een overheid hebben die de druk bij de ondernemers legt, maar bij de kleine ondernemers eigenlijk weghaalt. Dus wanneer je een eerlijke concurrentie wil hebben, dan moet je de lastendruk bij de kapper of bij de algemene ondernemer moet je verlichten. En moet je aan de andere kant moet je het eigenlijk gelijk trekken. En dan heb je een eerlijk speelveld. Ja, dat is een politiek spel natuurlijk. Als jij kijkt naar het politieke aspect, ook lokaal bijvoorbeeld, wat zou de politiek lokaal dan kunnen doen? Kijk, specifiek voor jou als ondernemer, maar voor ondernemers algemeen? Kijk, wij volgen de branche wel op de voet. Wij zien nou dat de ANCO, de Algemene Kappersorganisatie, heeft nou in Nijmegen al gezegd, jongens, maar luisteren, we gaan met de gemeente om tafel. Waarom komt een salon niet meer in een vestigingsgebied? En een vestigingsgebied kan zijn waar ik begin ook al zijn, dat kan in de winkelcentra zijn, dat kan in de buurtcentra zijn, dat kan in de stad zijn. En dan moeten we dat nou in een woonwijk gaan doen, waar auto's komen, waar beweging is. Dat zou in Duisburg ook kunnen. Het is natuurlijk bijzonder dat wij ons aan allerlei voorwaarden moeten voldoen, hè, om onze onderneming te vestigen in een verzorgingsgebied en te uiten. En dat bij een ander dat niet is. Dus inderdaad, het politiek niveau ligt daar heel veel. Maar we hebben een hele lakse overheid. Dus daar moeten we op wachten. Maar goed, nogmaals, wij zijn ondernemers. En we zijn creatief, dus wij wachten er niet op en we geven maar gas. En hoe een ander dat doet, ja, dat moet hij zelf weten. Maar wij, tenminste ik als eigenaar van Roots, ja, wij zullen dit wel overleven. Gas geven, als jij nog bijvoorbeeld nu 5 jaar lang vol gas geeft, ja? Waar sta je als ondernemer over 5 jaar? Nou, ik denk als ondernemer, wat ik zeg, we hebben nu 2 takken van sport. En die kunnen we heel goed besturen, die kunnen we goed bewerken. Het loopt allemaal door elkaar heen. En ik denk zelf van ondernemen. Ja, ik heb eigenlijk geen moeite met het werk wat ik nou dagelijks doe. Ik vind het mooi. Ik denk zelf als ondernemer, ik groei ieder jaar. Ook als mens. Rustiger geworden. Misschien nu niet zo, maar ik ben rustiger geworden. Ik denk voor 5 jaar geleden kon ik minder luisteren, was meer aan het praten. Ik denk als ondernemer zelf. Maar luisteren, dan hoop ik nog wel dat we een slag kunnen slaan. Mooi. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Nou, hartstikke leuk, Richard. En u bedankt voor het kijken naar Hanze Talk, de talkshow met Doesburgse ondernemers over ondernemen in Doesburg, opgenomen vanuit het Arsenaal hier in Doesburg. Volgende keer zit er weer een inspirerende ondernemer in die stoel. En ik sluit altijd af met de bekende kreet, koop lokaal. Nou, geweldig.